Om te kijken bij het onderhoud van een stalen achtbaan zoals de Boosterbike. Wij mogen exclusief meelopen hier in Toverland en bij Vekoma. Ik zeg welkom bij Theme Park Science. Hier in attractiepark Toverland. 2004 geopend en een echte publiekstrekker in het park. En ook wel logisch, want je zit hier op een motor en je wordt gelanceerd naar 75 km per uur. Het is daarnaast ook een prototype achtbaan van Vekoma, dus om meerdere redenen echt wel een bijzondere coaster. Maar wat komt er nou eigenlijk bij kijken bij het onderhoud van zo'n stalen achtbaan? We weten het inmiddels bij Troy, wat komt er eigenlijk bij een houten achtbaan? Maar is dat nou heel erg anders bij een stalen achtbaan? Om dat uit te zoeken gaan we meelopen bij de technische dienst en kijken we nog even bij Vekoma. Goedemorgen Dirk. Hey, goedemorgen Danny. Leuk jou weer te zien. Wij kennen jou natuurlijk eigenlijk ook van de Troy video. Nou, dat is een houten achtbaan. We staan nu bij de Boosterbike. Dat is een stalen achtbaan. Waar zit het verschil in qua onderhoud? Het grootste verschil, Danny, zit in het onderhoud van de baan. Jullie hebben in de Troy video wel echt kunnen zien, daar moeten we complete stukken baan vervangen. Dat is bij een stalen achtbaan als de Boosterbike natuurlijk niet aan de orde. En bij de Boosterbike hebben we net als bij Troy ook gewoon maandelijks, wekelijks en dagelijks onderhoud. En waar zit het verschil in? Wat doe je dagelijks, wekelijks of jaarlijks? Nou, je moet je voorstellen, een trein gaat jaarlijks helemaal uit elkaar, maar wordt dagelijks visueel geïnspecteerd. Wekelijks worden bepaalde onderdelen gesmeerd en andere delen worden maandelijks gesmeerd. Dus zo is er voor ieder onderdeel een interval te bepalen. En eigenlijk wat hier interessant is, wat je hier zegt, is dat een achtbaan 365 dagen per jaar eigenlijk een onderhoudsschema heeft. En jouw taak is om voor alle attracties in dit park daar een kloppend werkschema van te maken. Correct, zodat altijd alles klopt. Ja. Wat gaan wij vandaag doen? Wat wij vandaag gaan doen is het opstarten van de Boosterbike, alle maandelijkse controles en zorgen dat hij weer helemaal fit is om er zo meteen weer tegenaan te gaan. Dan ga ik jou helpen vandaag. Waar gaan we beginnen? We beginnen bij de baancontrole. Oké, en dat is die kant op? Eerst maar. Oh, daar. Uiteraard een gebied waar je normaal nooit in mag komen. De plek waar de achtbaan zich eigenlijk bevindt, althans het grootste gedeelte. En hier wordt de track gecontroleerd, dat wordt visueel gedaan. Er wordt gekeken of de track of er niks op ligt. Of de bouten en de moeren allemaal er nog in zitten. Ik ga ze snel even helpen. We staan hier wel op een heel bijzonder punt van de Boosterbike. Hier komen heel veel support samen. Een enorme fundering ligt hieronder. En hier worden altijd ook de bouten en de moeren gecontroleerd. Dat doen ze altijd met verfstreepjes. Die zie je hierop. Elke kleur heeft dan weer zijn eigen controleronde. We zien hier dus twee verschillende kleuren. Op het moment dat het verfstreepje een beetje off-center is, dan weten ze dat de bout of de moer verschoven is. En dan moet die extra gecontroleerd worden. Dus eigenlijk een visueel hulpmiddel om nog meer controle uit te voeren. Dit is een belangrijke sensor, want dit is de sensor van de actiefoto. Op het moment dat de trein hier overheen komt, wordt de actiefoto genomen en dat bevindt zich hier. Dit is de lanceerstrook van de Boosterbike, waar die naar 75 km per uur wordt gelanceerd. En je ziet nog een extra rails tussen de normale baan liggen. Dat is eigenlijk de track waar de pushercar op rijdt. En op het einde van de lanceerstrook, als de trein genoeg snelheid heeft, dan gaat de pushercar ook naar beneden. Daarom gaat de track er iets naar beneden. En dan gaat hij met 75 km per uur hup, de eerste heuvel op. Dirk, wat zien wij hier nu? Dit is de lanceerkabel van de Boosterbike met de grote keerschijf waar de kabel terug de hydrauliek unit in gaat, waar die als het ware gelanceerd wordt. En wat we iedere ochtend doen is het visueel inspecteren van de keerschijf of er geen overmatige slijtage aan de kabel of aan de schijf zit. Waarom zitten hier eigenlijk remmen op dit gedeelte van de baan? Hier zitten twee remsecties om te voorkomen dat als er wat misgaat met het lanceren van de trein, dat die alsnog met te weinig snelheid dus over de eerste heuvel gaat en vervolgens halverwege tot stilstand komt. En, dus als backup system als het ware. En ik heb geleerd dat alle bewegende onderdelen altijd gecontroleerd moeten worden. Dus laten we dat gewoon nu gaan doen. We gaan de remmen dus ook controleren of ze werken. Dat kunnen we ook manueel openzetten.
Zoals je ziet werkt dat met luchtdruk. Dan controleren we eigenlijk of er niks tussen zit. Volgens mij zit er niks tussen en zien ze er onbeschadigd uit. Vrij belangrijk. En weer dicht. En dat gaan we met alle remmen doen. De onderkant en het einde van de lanceerinstallatie. Hier zie je dus weer die keerlus. Die is net gecontroleerd. Werkt helemaal goed. De as die hier zit, et cetera. Mocht de kabel onverhoopt breken, het is gelukkig nog nooit gebeurd, dan komt de kabel terecht op een hefboom. Die hefboom die zakt en dan wordt er een sensor geactiveerd. En dan zegt de computer van er is iets niet goed. En dan schiet de attractie uiteraard in storing. De boosterbike wordt gelanceerd door middel van een staalkabel waaraan een zogenaamde pushercar is bevestigd. Deze staalkabel wordt in het motorhuis snel op en afgerold om een grote trommel. En deze trommel komt in beweging door olie op hoge druk te brengen en deze in enkele seconden door de hydraulische motor te laten lopen. Je ziet hier twee gaten in de track en dan denk je van, hè, dat klopt toch niet? Maar dat is juist heel erg noodzakelijk. Op het moment namelijk dat de trein wordt gelanceerd, komen er zoveel krachten vrij, onder andere op de track, dat je een bepaalde vorm van speling nodig hebt. Oftewel, de baan kan hier een klein beetje in en uit elkaar gaan. Dat is ook wel handig als het warm is, want ja, dan zet een achtbaan gewoon ietsje meer uit. Dus je hebt op een aantal plekken in de baan ja, even wat speelruimte nodig. En hier zie je dat voor de lancering. Onderdeel van het jaarlijkse onderhoud is het volledig uit elkaar halen van de achtbaantrein. Doordat de boosterbike maar één achtbaantrein had rijden, was de achtbaan dus te lang gesloten in dit jaar. Daarom heeft het park een tweede achtbaantrein gekocht, waardoor de downtime van de attractie tot een minimum is gereduceerd. Nu hoeft de baan slechts een fractie van het jaar dicht om de treinen om te wisselen. Je kunt dus zeggen dat één trein eigenlijk altijd in onderhoud is en de andere trein rijdt op de attractie. Het interessante is dat deze trein die is ook onlangs bij Vekoma geweest. Ja. Waarom hebben jullie hem naar Vekoma teruggestuurd? Nou, we hebben natuurlijk heel veel treinen binnen het Overland. De meeste van onze achtbanen hebben er twee. En die moeten allemaal in hetzelfde tijdsbestek hun winteronderhoud hebben. En om die druk voor al het werk wat wij intern doen een beetje te verdelen, hebben we één van onze twee treinen naar Vekoma gestuurd. Het leuke is dat wij deze trein ook hebben gevolgd. En deze trein die lag in nou ja, duizenden onderdelen op de werkvloer bij Vekoma. En wij mochten exclusief kijken bij Vekoma hoe deze trein in onderhoud lag. We gaan naar Jurnan. Ik ben vandaag de gast bij Vekoma. En we staan hier in Flowdrop. En hierachter gebeurt ontzettend veel op achtbaangebied. Niet alleen worden hier de meest spectaculaire achtbanen van Vekoma ontworpen, maar er gebeurt ook heel veel productie. Eigenlijk alle treinen van Vekoma wereldwijd worden hier in elkaar gezet. En vandaag gaan we kijken wat er allemaal gebeurt aan het onderhoud van de trein van de boosterbike. Hey Bas, goeiedag. Hey Jan, goeiedag. Wat is jouw rol hier bij Vekoma? Ik ben production engineer bij Vekoma. En ik heb het onderhoud van de motorbikes op me. En die trein die ligt hier binnen? Die staan hier binnen in de fabriek, ja. Nou, ik ben ontzettend benieuwd. We gaan kijken. Heel goed. Nou, hier staan ze. Ja, mooi om te zien. Ja, nou zien we hier de trein uit elkaar. Alle coaches netjes op een rij. Jaarlijks onderhoud wat er uitgevoerd wordt aan de trein. Waar bestaat dat onderhoud allemaal uit? Nou, we hebben hier de boosterbikes uit elkaar gehaald. We gaan een aantal onderzoeken doen. Maatvoering en NDT-onderzoek, waar we straks meer over vertellen. De eerste twee coaches moeten uit elkaar gehaald worden. Zoals voorgeschreven in onze onderhoudsmanual, die opgesteld wordt door de serviceafdeling. Van de eerste twee gaan we nu onderdelen onderzoeken. En gaan we kijken of daar slijtagedelen in vervangen moeten worden.
Nu is de boosterbike best wel een speciaal type achtbaan in de zin dat je op een motor zit. Nou staan we hier bij een van de coaches. Ligt voor een gedeelte uit elkaar. Ja. Zou je eens kunnen vertellen wat een beetje de belangrijke onderdelen zijn van zo'n coach? Ja, zeker. We hebben hieronder hebben we de yoke. Hier hangt normaal gesproken hangt hier de wheel carrier onder, waar de boosterbikes natuurlijk op de baan staan. Ja. Als we iets naar boven gaan, zien we hieronder nog het frame, de vloerplaten, de elektrobox, het frame van de boosterbike zelf. Die gaan we daar ook nog een keer terugzien. Dat is één per motor. Ja. Hier staat normaal de andere. Zeker. De polyester kappen, waar we er een aantal van missen, want normaal gesproken zien we het frame natuurlijk niet. De restraint, waar je jezelf inlokt in de trein. En natuurlijk de paddings die we zelf vasthouden. Nou noem je net hier een elektrobox. Ik zie hier ook binnen het frame nog van alles zitten. Is dat allemaal voor het beugelsysteem? Wat we hier zien is voornamelijk het mechanisme dat ervoor zorgt dat je jezelf kunt inlokken in de motor. Op het moment dat je in het station komt, krijgt elektrobox een signaaltje en gaat deze beugel weer open. De trein in het geheel bestaat wel uit meer dan 10.000 onderdelen. En als je dat helemaal uit elkaar gaat halen, moet dat natuurlijk wel een beetje gestructureerd. Elke coach staat op een eigen bok en die wordt dus helemaal gestript. En de onderdelen van elke coach die komen in een eigen krat. Nou, en dan kun je dus mooi zien waar dat allemaal uit bestaat. Hè. Er kan van alles af. De voorkant van de trein. We hebben wat decoratieve elementjes. Maar ook dingen die je misschien herkent. De bakken waar je voeten in komen. En hier de knee pads. En zo zie je dus dat dat echt allemaal heel netjes wordt gesorteerd. Zodat als het onderhoud straks klaar is, ook het weer in elkaar zetten van die achtbaantrein, dat het een beetje soepeltjes verloopt. Bas, we zagen net bij de coach dat de wielen eraf waren gehaald. Ja. Nou staan we hier bij de wielcarriers. Ja. Wat zien we allemaal? Nou, we zien hier een wielcarrier zonder wielen natuurlijk. Ja. We zien hier een wielcarrier met nieuwe wielen. Het upstopwiel onderaan en bovenin de twee roodwielen. En nou zie ik hier losse spindels. Ja. Hier draaien de wielen op, hè? Hier over dit vlak, deze, draaien de wielen over, ja. En is het nou ook nog zo dat je die spindels echt per wielcarrier moet sorteren? Dat dit echt de spindel is van roodwiel 2 van coach 5? Ja, we houden ze gewoon fijn bij elkaar. Het kan natuurlijk zijn dat spullen mooi op elkaar zijn ingelopen. En dan willen we die niet gaan uitwisselen. Het is belangrijk dat we dat goed sorteren. Ja, klopt. Ik leg hem weer terug. Onderdeel van het onderhoud is ook dat alles goed vetvrij wordt gemaakt. Je wil graag aan het eind van het onderhoud dat er weer zo goed als nieuw uitziet. Nou, hoe doe je dat? Met een hele grote vaatwasser. Hier gaan de onderdelen stuk voor stuk in, naar binnen en dan komt het naar buiten. En dan is het weer helemaal schoon. Zeg Bas, nou was ik even aan het tellen. Ja. Maar dit is nummer 6. Ja, klopt. En nou zie ik hier nog twee lege bokken staan. Waar zijn karretjes 1 en 2 naartoe? Ja, deze twee karretjes zijn we aan het onderzoeken. Hierachter staan een paar bakken die goed vol zijn. Dat zijn de onderdelen die we niet hoeven te onderzoeken. Vaak de show-onderdelen. Maar de kritische onderdelen, zoals een frame, zijn we wel aan het onderzoeken. Ja, dus je hebt zeg maar 6 coaches die haal je uit elkaar en dan doe je globaal onderhoud aan, maak je schoon. Ja. En 2 coaches gaan echt helemaal gestript worden en gedetailleerd onderzoek. Ja. Dat staat bij ons in de onderhoudsmanual. Volgend jaar komt de trein weer terug. Doen we dan coach 3 en 4. Ja, daarop. Coach 5 en 6. Dus je wil eigenlijk dat je over een bepaalde langere duur elk jaar een gedeelte van de trein echt volledig controleert. Ja, dat klopt. En als we het hebben over onderzoek, waar kijk je dan precies naar? Is dat controle van lassen of wat gebeurt er nog meer? Ja. Nou, dat kan inderdaad controle van de last zijn, maar ook zeker de maatvoering van onderdelen. Je wil natuurlijk niet dat een spindel iets te los zit, waardoor dat de trein gaat rammelen. Ik ben ook wel benieuwd hoe zo'n meting eruit ziet. Ja, die kunnen we dadelijk wel eventjes gaan bekijken. Dick, we gaan dadelijk beginnen aan het NDO'en, niet-destructief onderzoek. Dat is om de sterkte van het materiaal te controleren? Klopt. Dat zijn de ijzeren frames welke we gaan onderzoeken. En vooral de lasvormen gaan we onderzoeken. Daarvoor hebben we eigenlijk een magneet nodig voor een magnetisch veld te creëren. Witte contrastvloeistof om de last mee in te spuiten om beter contrast te krijgen. En zwarte testinkt voor het magnetisch veld en daardoor zal het beter zichtbaar gaan worden. En dan gaat het dus vooral om het vinden van eventuele scheurtjes in de lassen. Klopt.
Eigenlijk door het magnetisch veld wat we met de magneet creëren, ontstaat er bij het scheurtje een ander omgedraaid magnetisch veld. De ijzerdeeltjes zullen dan in de scheur gaan zitten of in de lineaire indicatie, waardoor dat er veel beter zichtbaar wordt. Nou, laten we het eens proberen. Het onderzoek zit erop, maar nou zie ik hier nog alle andere onderdelen van die eerste twee coaches liggen. Wat kwam daaruit? Ja, alle onderzoeken zijn klaar. Er zijn geen indicaties waargenomen. Dus dat is alleen maar mooi. Stel nou dat je toch ergens een scheurtje had gevonden. Wat moet er dan gebeuren om toch die trein weer veilig te krijgen? Dan brengen wij het onderdeel naar onze lasafdeling. Die gaan het netjes uitslijpen. Er wordt een nieuw lasje gelegd. En daarna zal er weer een mooi laagje verf overheen gaan. Daarna kunnen ze weer geassembleerd worden en terug naar het park. Mag je ontzettend bedanken voor je uitleg vandaag. Niks te danken. Nadat de lanceerkabel op spanning is gebracht, is het tijd om de attractie aan te zetten. En dat betekent dat de motor aan kan en de eerste testrondjes gemaakt kunnen worden. Wat ik zo leuk vind aan de video vandaag is dat we heel goed het verschil kunnen zien tussen het onderhoud bij een houten achtbaan zoals Troy en een stalen achtbaan zoals de Boosterbike. Bij een houten achtbaan zit er heel veel handwerk en timmerwerk op de track zelf, terwijl bij een stalen achtbaan er veel meer moet worden gecontroleerd op die haarscheurtjes. In zowel de trein, maar ook op de track wordt dat gedaan. Dirk, we staan nu backstage in Toverland. We staan hier bij de oude trein van de Boosterbike, die jullie alleen gebruiken dus in die wissel, hè, als die andere trein in onderhoud is, de nieuwere trein. Wat gaan jullie met deze trein nu doen? Nou, voor deze trein begint de cyclus eigenlijk weer van voren af aan. Deze gaan we helemaal uit elkaar halen, controleren, inspecteren, waar nodig vervangen, schoonmaken en zorgen dat hij helemaal fit is om de downtime van de andere trein op te vangen als die in onderhoud is. En vind je dit nu een leuke video? Like en subscribe naar Theme Park Science. En we hebben een hele gave podcast online staan met Vekoma. Nou, wil je daar alles van weten? Ga dan nu naar je favoriete podcastplatform en luister de Theme Park Science podcast. Dirk, dankjewel dat we hier mogen zijn. Graag gedaan. Jullie bedankt. En eigenlijk kunnen we de video gewoon weer opnieuw afspelen, want we gaan deze uit elkaar halen.